Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 12 van boek 28. In het voorafgaande heeft Livius gezegd dat de Carthagers en de Romeinen elkaar in Italië met rust laten. En Livius maakt nu van de gelegenheid gebruik om weer iets te zeggen over Hannibal, zoals hij al eerder iets gezegd heeft over Hannibals karakter. Ak betekent en, nescio, ik weet niet. Livius zegt dat hij iets niet weet. De ik is dus Livius en ik weet niet of, bij het werkwoord hoort fuerit, of hij is geweest, of hij was, die hij, dat is Hannibal. En ik weet niet of hij was, mirabilior, bewonderenswaardiger, in situatie 1 kwam dan in situatie 2. En ik weet niet of hij bewonderenswaardiger was in adversis rebus, in tegengekeerde zaken, dus als dingen niet goed gaan, in tegenspoed, of hij daar niet bewonderenswaardiger was dan in voorspoed, toen de dingen wel goed gingen. Quippe qui, aangezien hij, quippe qui, dat slaat op het onderwerp van de vorige, van dat fuerit, dus Hannibal, omdat hij immers, en het werkwoord wat daarbij hoort, dat staat pas daar. Ik kom daar dadelijk op terug. Aangezien hij, dus Hannibal, cum quaereret, hoort bij elkaar. Toen hij voerde, toen hij bellum quaereret, toen hij oorlog voerde in hostium terra, in het land van de vijanden, dus van de Romeinen. Dus die Hannibal, die heeft iets heel goeds gedaan, omdat hij, quippe qui, toen hij oorlog voerde in het land van de vijanden, per annos tredecim, gedurende 13 jaar, tam zo ver van huis af. En dat oorlog voeren deed hij ook nog met varia fortuna, met wisselend lot. Dus soms ging het goed en soms zat het tegen. Dat oorlog voeren deed hij bovendien met een leger exercitu non suo civili. Meteen niet zijn eigen burgerlijk leger. Dus met niet een leger dat alleen maar uit Carthagers bestond. Dat is de bedoeling. Maar met een leger dat mixtus was. Mixto, gemengd. Uit een samenraapsel, uit een mengelmoesje. Omnium gentium, van alle volkeren. Aan wie? Het antecedent hiervan, dat zijn die volkeren waaruit Hannibals leger dus bestond. Aan wie? En dan het werkwoord bij dat quibus hoort, dat is essent, dat staat daar. Aan wie een aantal dingen niet waren, dus die een aantal dingen niet communis hadden, gemeenschappelijk hadden. Aan wie niet was een gemeenschappelijke communis lex. Niet een gemeenschappelijke gewoonte, ik heb hier gewoon tus vertaald. Ze waren niet dezelfde dingen gewend. En zelfs niet een lingua communis, een gezamenlijke taal. Dus die volken waaruit Hannibals leger bestond, die hadden niet dezelfde wet, niet dezelfde gebruiken en niet dezelfde taal. Vervolgens noemt Livius over diezelfde volkeren dat ze een heleboel dingen verschillend waren, verschillend hadden. Er was aan hen, aan wie waren, een andere habitus, een ander uiterlijk, een andere verschillende kleding, verschillende arma, wapens, verschillende religieuze gebruiken, verschillende sacra, dat zijn offers. En bijna proper, zegt Livius ook, andere alii, die andere goden. Ze aanbaden niet eens allemaal dezelfde goden. En dan pak Livius die lange zin weer op, bijzin die begon met quippe qui. Dus toen die Hannibal met zo'n leger in het land van de vijanden oorlog aan het voeren was, was die toch bewonderenswaardig, omdat hij, quippe qui, copulaveret, omdat hij verbonden heeft met een zekere band, omdat hij met een bepaalde band al die volkeren eeuws verbonden heeft, en omdat hij dat ita deed, zo deed, dat er nulla nec inter ipsos nec adversum ducem seditio extiterit, dat er geen enkele, dat hoort bij seditio, dat er geen enkele opstand, geen enkele oproer extiterit is ontstaan, is uitgebroken, niet
inter ipsos, onder die volkeren onderling, maar ook niet adversus ducem, tegen de aanvoerder, dus tegen Hannibal zelf. Dat verdient respect, zegt Livius, dat aan die Hannibal gelukt is. Terwijl die ook nog te maken had met twee wat mindere omstandigheden. Terwijl cum deesset, omdat of terwijl afwezig was, het vaak ontbrak aan twee dingen, et, namelijk geld ontbrak er saipe vaak in stipendium voor de soldij, en bovendien ontbrak er vaak comiatus, proviant, dat is eten, in agro hostium, in het gebied van de vijanden. Die twee dingen, dus geld en eten, die ontbraken ook nog vaak. En juist die twee dingen, het gebrek aan geld en eten, en dan komt deze lange zin tot een einde, door het gebrek waaraan, quorum inopia, in de eerdere Punische oorlog, dat is dus de eerste, door het gebrek waaraan, waren begaan, onderwerp zijn multa infanda, veel gruwelijke dingen, commissa fuerant, waren begaan, inter duces, tussen de leiders en de soldaten. Dus als er geen geld is, zegt Livius, dan heb je geen geld en geen eten, dan heb je een goede kans dat er opstand uitbreekt onder de soldaten. En dat is met deze Hannibal dus niet gebeurd. Ook nog in een leger dat bestond uit mensen die zo verschillend waren. En dat verdient respect. Livius deelt hier dus duidelijk een compliment uit aan zijn grote vijand Hannibal.